Welkom iedereen. In deze aflevering zal ik het hebben over bekende Belgen. Misschien ken je er al een paar van, maar hopelijk ontdek je ook nieuwe, interessante Belgen. Laten we van start gaan. Eddy Merckx, ook wel bekend als de Kannibaal, is een zeer succesvolle wielrenner en staat bekend als een van de allerbeste ooit. Hij werd geboren in België in het jaar 1945 en begon al op jonge leeftijd met wielrennen. Eddy Merckx heeft heel veel wedstrijden gewonnen en zijn prestaties zijn echt indrukwekkend. Hij heeft 5 keer de Tour de France gewonnen, dat is een heel beroemde en moeilijke wielrenwedstrijd. Daarnaast heeft hij ook 5 keer de Ronde van Italië gewonnen en nog veel meer andere belangrijke wedstrijden. Eddy Merckx werd de Kannibaal genoemd vanwege zijn enorme honger naar succes. Hij was altijd vast besloten om te winnen en hij gaf nooit op, zelfs niet in de zwaarste momenten van de race. Het was niet alleen zijn winnaarsmentaliteit die indruk maakte, maar ook zijn stijl van fietsen. Hij was erg getalenteerd en zijn techniek op de fiets was bijna perfect. Hij was in staat om steile bergen te beklimmen en snelle sprints te maken met geweldige snelheid. Eddy Merckx is een legende geworden in de wielrenwereld. Hij zal altijd herinnerd worden als een van de grootste wielrenners aller tijden. De tweede bekende Belg is Marie Poplin. Marie Poplin was een belangrijke vrouw uit België. Ze leefde in de 19e en de 20e eeuw en was een voorvechter van vrouwenrechten. Ze was de eerste vrouw in België die een doctoraat behaalde. Marie Poplin wilde dat vrouwen dezelfde rechten zouden hebben als mannen. Ze vond het oneerlijk dat vrouwen geen stemrecht hadden en niet dezelfde kansen kregen in het onderwijs en de samenleving. Daarom zette ze zich in voor gelijke rechten voor vrouwen. Ze studeerde rechten aan de universiteit en behaalde haar diploma. Maar toen ze haar doctoraat wilde halen, kreeg ze te horen dat vrouwen dat niet mochten doen. Dat maakte haar boos en vastberaden om te vechten voor verandering. Ze begon te strijden voor vrouwenrechten en richtte verschillende organisaties op om haar doel te bereiken. Ze schreef ook artikelen en hield lezingen om mensen bewust te maken van het belang van gelijkheid. Uiteindelijk, na veel inspanning en doorzettingsvermogen, werd Marie Poplin de eerste vrouw in België die een doctoraat behaalde. Ze opende de deuren voor andere vrouwen om hoger onderwijs te volgen en hun dromen na te jagen. Marie Poplin wordt nog steeds herinnerd als een dappere en inspirerende vrouw. Haar strijd voor vrouwenrechten heeft een blijvende impact gehad en heeft bijgedragen aan de vooruitgang van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in België. De derde ken je denk ik wel, Kuifje. Ook bekend als Tintin. Kuifje is een heel bekend stripfiguur dat bedacht is door de Belgische striptekenaar Hergé. De echte naam van de tekenaar is Georges Rémy. De avonturen van Kuifje zijn wereldwijd heel beroemd. Jong en oud lezen de stripverhalen van Kuifje. Kuifje is een jonge reporter die de hele wereld rondreist en spannende avonturen beleeft met zijn trouwe hond Bobby. Ze gaan op zoek naar schatten, ontmaskeren slechterikken en komen in allerlei gevaarlijke situaties terecht. Kuifje is altijd moedig en slim en weet op de een of andere manier altijd uit de problemen te komen. De stripverhalen van Kuifje zijn heel geliefd omdat ze levendige personages, spannende verhalen en gedetailleerde tekeningen hebben. Elk avontuur is uniek en neemt de lezers mee op een onvergetelijke reis. De verhalen zitten vol met humor, actie en mysterie, waardoor je steeds wilt blijven lezen.
Hergé, de bedenker van Kuifje, heeft met zijn creatie een blijvende impact gehad op de stripkunst in België en wereldwijd. Zijn tekenstijl is heel herkenbaar en zijn verhalen hebben de harten van vele fans veroverd. Kuifje is een cultureel icoon geworden en heeft zelfs zijn eigen museum in België, waar je meer kunt ontdekken over zijn avonturen en de creatieve geest van Hergé. Of je nu jong of oud bent, de avonturen van Kuifje blijven boeien en inspireren. Ze nemen je mee naar verschillende landen en laten je dromen van geweldige avonturen. Kuifje is een tijdloos figuur en zal altijd een speciale plek hebben in de wereld van de stripverhalen. Hier wil ik nog even bij vertellen dat de strips van Kuifje ook kritiek hebben ontvangen. Sommige mensen vinden de manier waarop bepaalde culturen worden afgebeeld kwetsend en stereotyp. Anderen merken op dat vrouwelijke personages vaak ondervertegenwoordigd zijn en soms negatief worden afgebeeld. Nummertje 4. Kim Kleisters. Kim Kleisters is een voormalige professionele tennister. Ze is geboren in Bilzen, België, in het jaar 1983. Op jonge leeftijd begon ze met tennis en ze groeide uit tot een van de meest succesvolle spelers van haar tijd. Kim Kleisters heeft veel belangrijke tennistoernooien gewonnen, waaronder de beroemde Grand Slam toernooien. Ze heeft de US Open en de Australian Open gewonnen, wat echt geweldige prestaties zijn. Kim Kleisters werd bewonderd niet alleen vanwege haar tennisvaardigheden, maar ook vanwege haar sportieve houding. Ze was altijd positief en respectvol, zowel op als buiten de tennisbaan. Ze was een rolmodel voor veel jonge tennisspelers. Na haar succesvolle carrière heeft Kim Kleisters een blijvende invloed gehad op de tenniswereld. Ze heeft anderen geïnspireerd om hun dromen na te jagen en hun best te doen in de sport. Haar naam zal altijd herinnerd worden als een van de grootste sterren van het tennis. Dan komen we nu bij nummertje 5, Jacques Brel. Jacques Brel is een beroemde Belgische zanger en liedjeschrijver. Hij werd geboren in Brussel in het jaar 1929. Zijn muziek, voornamelijk in het Frans, staat bekend om de mooie en betekenisvolle teksten. Jacques Brel's liedjes zijn echt bijzonder. Ze hebben poëtische en expressieve teksten die mensen raken. Zijn nummers zoals Ne me quitte pas en Amsterdam zijn tijdloze klassiekers geworden en worden nog steeds over de hele wereld beluisterd en gewaardeerd. Jacques Brel wordt gezien als een van de grootste singer-songwriters in de Franse taal. Zijn muziek raakt de harten van mensen en zijn emotionele en krachtige interpretaties hebben een diepe indruk gemaakt. Jacques Brel heeft veel betekend voor de muziekwereld. Hij heeft nieuwe stijlen geïntroduceerd en heeft artiesten over de hele wereld beïnvloed. Zijn passie en talent hebben hem tot een legendarisch figuur gemaakt. Zelfs na al die jaren blijft Jacques Brel's muziek populair en geliefd. Zijn liedjes worden nog steeds gedraaid en gezongen en mensen genieten nog steeds van zijn unieke stem. Hij heeft de Belgische muziekscène op de kaart gezet en zijn invloed zal nog voor vele jaren voortduren. De voorlaatste bekende Belg is René Magritte. René Magritte was een belangrijk kunstenaar die geboren werd in Lesse, België, in het jaar 1898. Hij was een groot figuur binnen het surrealisme, een kunstbeweging die bekend staat om zijn ongewone en dromerige stijl. Magritte's schilderijen zijn heel bijzonder. Hij gebruikte verrassende combinaties van dingen. Zijn kunstwerken prikkelen de verbeelding en laten mensen nadenken over wat echt en wat denkbeeldig is. Een van de meest bekende werken van René Magritte is Ceci n'est pas une pipe.
Het is een schilderij van een pijp, maar onder het beeld staat de tekst die ons eraan herinnert dat het eigenlijk geen echte pijp is. Dit werk toont Magritte's speelse en filosofische benadering van de kunst. De kunstwerken van René Magritte hebben de surrealistische beweging beïnvloed en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling ervan. Hij heeft andere kunstenaars geïnspireerd om nieuwe manieren te ontdekken om de werkelijkheid uit te dagen en te veranderen. Magritte's creatieve visie en unieke stijl hebben zijn kunstwerken tijdloos gemaakt. Zijn werken worden nog steeds bestudeerd en bewonderd door kunstliefhebbers over de hele wereld. René Magritte zal altijd een blijvende impact hebben op de kunstwereld. En dan de laatste bekende Belg, Lieve Blankaert. Lieve Blankaert is een geweldige fotografe uit Vlaanderen. Haar foto's hebben veel invloed gehad op de fotografiewereld. Ze laat ons kennis maken met verschillende culturen, tradities en gevoelens. Lieve Blankaert is goed in het vastleggen van de essentie van het leven. Haar foto's zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar hebben ook emotie en betekenis. Ze kijkt goed om zich heen en weet bijzondere momenten op een indrukwekkende manier vast te leggen. Wat Lieve Blankaert echt bijzonder maakt, is haar talent om verhalen te vertellen met foto's. Ze neemt ons mee op reis naar andere landen en culturen, waar ze ons laat zien hoe bijzonder het menselijk bestaan is. Ze laat thema's zoals liefde, geboorte, dood en geloof zien, die voor iedereen herkenbaar zijn. Een van Lieve Blankaert's projecten is Birthday. Daarin onderzoekt ze hoe mensen in verschillende delen van de wereld bevallen. Ze laat zien hoe mooi en uitdagend nieuw leven is. Een ander project van haar heet Wedding Day. Daarin bekijkt ze de tradities en rituelen rondom bruiloften over de hele wereld. Het werk van Lieve Blankaert is niet alleen mooi om naar te kijken, maar heeft ook sociale en culturele impact. Ze helpt ons de menselijke ervaring te begrijpen door ons kennis te laten maken met andere perspectieven en tradities. Haar foto's wekken empathie op en dagen ons uit om na te denken over onze eigen ideeën en vooroordelen. Persoonlijk vind ik Lieve Blankaert echt een getalenteerde fotografe en een inspirerend persoon. In deze aflevering hebben we veel geleerd over bekende Belgen die belangrijke dingen hebben bereikt in verschillende gebieden. Hopelijk vond je het interessant. Blijf luisteren naar de podcast Dutch with Aline voor meer interessante afleveringen. De volgende aflevering zal gaan over Belgische zoetigheden. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!